Gisteren hadden we al een stille hoop dat de zon er vandaag door zou kunnen komen. En gelukkig, het is gelukt, want in het noorden van het land, daar is nog wel veel bewolking. Zitten ze zelfs nog in de mist de hele dag. Maar afgelopen middag kwam de zon er ook heel goed door. De temperatuur deed dat ook goed. Vanmorgen begonnen we met een graad of 6, 7. En dankzij de zon werd het vanmiddag toch nog 12 tot 13 graden. Er was weinig wind uit oostelijke richtingen. Ja, en neerslag, dat is er vandaag niet geweest. Op de foto is nog goed te zien hoe het vanmorgen was. Het was een beetje nevelig. Maar, zoals gezegd, de zon die kwam erdoor en het werd een hele mooie dag. Wilt u ook een foto opsturen? Dat kan altijd nog naar foto@gerritsweerprot.nl. Het is zo mooi weer. Ik heb vandaag maar een terrasje gepakt en ook nog een beetje koffie besteld. De koffie die komt er al aan. En naast mij, ik ben hier bij Fred en Douwe. Wie ben jij ook, Fred of Douwe? Ik ben Martin. Martin Wazen. En ik ben hier werkzaam. Ja. Martin, de terrasjes zijn hier al opgesteld. Staan hier al lang. Begin maart, dus eigenlijk nu. En altijd hopend op mooi weer. En dat is het vandaag. Dus fantastisch. Mooi begin van de zomer. Kun je meteen al merken dat er al meer mensen op afkomen met de zon erbij? Ja, zeker. Niet alleen meer mensen, maar ook de hele sfeer. Iedereen is blij. De zon schijnt, het is mooi weer. Goed teken. Goede voorbode. Nou, het begin is er in ieder geval, maar de komende dagen is er wel wat meer bewolking. Vandaag hebben we dan nog een graadje of 13. Komende nacht dan is er weer veel bewolking, misschien een enkele opklaring. Het koelt dan af naar 6 tot 7 graden. En morgen hebben we ook vrij veel bewolking. De zon die zal er misschien af en toe door kunnen komen, maar niet zoveel meer als op de vrijdag. En de temperatuur die komt uit op een graad of 11, 12 bij niet al te veel wind uit zuidelijke richtingen. De zaterdag is dan wat bewolking met af en toe wat zon. De zondag die zal toch meer bewolkt gaan verlopen. In de nacht naar de zondag hebben we dan al een klein beetje regen. Het zal niet zo heel veel zijn. De temperatuur ligt dan zo rond de 7 graden in de nacht. En zondag overdag wordt een graadje of 11. De wind is dan nog wel zuid, maar die wordt later op de dag zuidwestelijk. Ja, en volgende week gaat de temperatuur toch iets lager uitkomen. We halen de 10 graden dan niet meer. Maandag is er nog veel bewolking, maar in de nacht naar dinsdag toe dan is het vrij helder. En dan kan het afkoelen tot min 2 graden. Ook de nacht naar de woensdag kunnen we nog wat lichte vorst verwachten. En overdag temperaturen van 6 tot 7 graden. Maar voorlopig nog geen neerslag de eerste dagen van de nieuwe week. Misschien later in de week weer wat regen, maar dan wordt het ook weer wat zachter. Nou Martin, wat verwacht je van het komend seizoen? Goed gaan.